Ik sta hier ook namens Norbert van der Hurk en Chef de Vocht. Een huisartspraktijk in Leende. Twee huisartsen die de moed hebben gehad om mijn gedurfde plan mee ten uitvoer te brengen. En Norbert die geniet van een welverdiende vakantie, maar die wil jullie graag even wat vertellen. Goedemiddag Maastricht. Welkom bij de presentatie van Gezond Dorp. Ik kan er niet bij zijn vandaag, helaas. Ik zit in Griekenland op een strand. Hier leef ik low carb, high fat met veel rust. Ik wens jullie veel plezier met de presentatie en ik hoop dat jullie net zo enthousiast zijn over de resultaten als dat wij het zijn. Goed. En dan mag ik het dus doen en zowel Norbert als ik hebben geen belangenverstrengelingen. En ik heb de titel van deze presentatie meegegeven, een Real Life Evidence Project. En waarom? Ik denk dat we naar andere denkkaders moeten. Andere denkkaders over specifieke voedingsrichtlijnen, maar ook in hoe wij omgaan met evidence, evidence-based medicine. En in de 30 jaar dat ik nu in de geneeskunde zit, met mijn opleiding daarbij geteld, is het enorm zo gegroeid dat eigenlijk alleen maar de uitkomsten van RCT's, randomized controlled trials, als een soort echt keihard bewijs worden gezien. En dat is natuurlijk perfect, een perfecte onderzoektool om farmacologisch onderzoek te doen. Maar multifactorieel onderzoek met voeding en leefstijl is daar niet zo geschikt voor. De meettool is niet geschikt om daar harde uitkomsten uit te krijgen. Waarom ben ik daar ingedoken? Eigenlijk pure frustratie. En dan moet ik jullie even meenemen naar mijn werkzetting. Ik doe nu in het Sint-Anne ziekenhuis 15 jaar lang inmiddels de hartrevalidatie voor de cardiologen. En ik zit al die jaren met patiënten voor me. Die na een hartinfarct of iets vergelijkbaars behoorlijk gemotiveerd zijn om te werken aan hun leefpatroon. En dat kan zijn stoppen met roken als dat een toepassing is. Dat kan zijn meer gaan bewegen. Natuurlijk stopt de cardioloog de betreffende patiënt vol met pillen. En dan worden we over voeding geacht om schijf van 5 of gezonde richtlijnen voeding te adviseren. En dan gaan mensen proberen dat allemaal nog beter te doen. En als je dan kijkt wat er met ze gebeurt, als je ze vervolgt, en dat doe ik in die hartrevalidatiespreekuren, dan verbetert er werkelijk nooit iets. Dat durf ik inmiddels keihard zo te stellen. De dikke buik die vaak aanwezig is, verdwijnt nooit. De diabetes type 2 die vaak aanwezig is bij vaatpatiënten, wordt nooit beter, altijd alleen maar slechter in de loop van de tijd. En ondanks al die andere leefstijlverbeteringen en de pillen van de cardioloog, zie je een paar jaar later het volgende infarct of weer een dotterprocedure of alsnog een omleidingsoperatie. Dat is op zijn minst gezegd best een beetje raar. Als richtlijnen zouden kloppen en mensen werken daar gemotiveerd mee, dan moet je resultaat zien. Het is er niet in de spreekkamer. Tweede frustratie is persoonlijk. Ik ben altijd makkelijk slank geweest en in balans met mijn lichaamsgewicht. Ik heb altijd veel bewogen en gesport. En ik heb de richtlijnen schijf van 5, die ik overigens zelf ook met volle overtuiging altijd heb uitgedragen tot een aantal jaar geleden, deed ik zelf denk ik nog wat rigoureuzer in de richting van sportvoeding. Dus nog minder vetten en nog meer gebaseerd op volkoren graan en gevarieerd groente-fruit. Na mijn 40ste werd ik desondanks toch zwaarder en ik kreeg een buik, maar dat niet alleen. 3 jaar geleden woog ik 101 kilo met een buik. Ik had een hoge bloeddruk, ik had een HbA1c van 47, 48 en mijn lipideprofiel was compleet de verkeerde kant op. En dat zit een beetje in de familie. Maar dan denk ik, ik kan niet meer doen in leefstijl. Dus of mijn lijf klopt niet, of er is echt iets mis met die richtlijnen. Toen ben ik gaan lezen. In de kerstvakantie 2014 zat ik in Zweden een paar dagen met mijn gezinnetje, uitkijkend op dit meertje. En ik ben gaan lezen, waar komen onze voedingsrichtlijnen vandaan? Waarom en wanneer zijn ze ontstaan? En hoe onderbouwd was dat allemaal? Chockerend in het eerste uur al. Ik kon de onderbouwing namelijk niet vinden. Ik ben erover door gaan lezen. Ik kwam steeds dezelfde namen tegen. Mensen die daar goede dingen over schreven. En toen dacht ik, er moet ergens een meeting zijn waar een aantal van die auteurs, onderzoekers, artsen die er anders mee zijn gaan werken, bij elkaar komen. En toen bleek er nauwelijks 6 weken later in Kaapstad een 4-daags congres te zijn met de hele wereld top low carb, high fat bij elkaar.
Daar ben ik naartoe gegaan. Ik heb me 4 dagen lang laten inspireren, zullen we maar zeggen. En ik kwam daarvan terug eigenlijk met een, als ik het even op mijn persoonlijke leven als sportarts projecteer, een paradigma shift of een dogma shift. Ik was altijd overtuigd dat voldoende lichaamsbeweging de basis was en dat je daarmee alles goed kon houden en dat voeding daar een sturende bijrol in had. Ik kwam terug, en dat is naderhand alleen maar meer geworden, met het gevoel dat volgens mij voeding echt de basis is. En dat als je daar voldoende bij kan bewegen en ook je andere factoren van een gezonde leefstijl nog toepast, dat het allemaal nog veel efficiënter en veel meer rendement levert. En waarom dan voeding? Nou ja, het is natuurlijk, daarmee stop je in je lijf de bouwstenen, de grondstoffen en de brandstoffen voor alle weefsels, onderhoud, vernieuwing, regeneratie en alle processen die daarbij betrokken zijn. Dus met die voeding moet ons lijf het doen. En toen was het 1,5 jaar later en ik had inmiddels bij mezelf, direct toen ik terugkwam uit Zweden, na 3 dagen lezen daar, ben ik zelf anders gaan eten. Ik viel in 3 maanden 10 kilo en 10 centimeter buikomvang af en na 6 maanden was dat 15, 16 kilo en 15 centimeter buikomvang. En dat is sindsdien ook weer constant. Ik ben weer gewoon terug op mijn 85 kilo wat in mijn studententijd was, zonder enig probleem. In mijn omgeving zijn mensen gaan meedoen, familie, vrienden, kennissen. En heel mondjesmaat en voorzichtig ben ik in de praktijk in het ziekenhuis op individuele basis met patiënten op dezelfde richting gegaan die met regulier benaderen echt vastliepen. En dat had ondertussen opgeleverd dat de diabetespolie gebeld had met de vraag of ze mensen naar mij mochten sturen, want ik deed iets met voeding en dat hielp nogal goed. Daar hebben we in het ziekenhuis een keer diabetes 2 omproject van gemaakt. Eigenlijk naar architectuur zoals ook Stichting Voeding Leeft dat heeft beschreven in een groepsprogramma. En daar zitten we ook op hele goede resultaten met insuline en SU kwijtraken bij diabetes type 2 mensen. En toen zaten Norbert en ik toevallig op een bijscholing, een regionale bijscholing, waar we deze cijfers te zien kregen. Dit gaat over het overgewicht in onze regio, rondom het Sint-Anna ziekenhuis. En Norbert en ik komen allebei uit Leende en wonen in Leende. En Norbert heeft haar zijn huisartsenpraktijk samen met chef. En nou, wij doen het wat slechter daar dan landelijk gemiddeld, zullen we maar zeggen. En toen ben ik Norbert, hoe moet ik dat zeggen, netjes. Toen ben ik me gaan bestoken. Of eigenlijk met het idee van, ik weet misschien wel iets wat zou kunnen helpen. En ik heb hem laten inspireren terug naar dat congres in Kaapstad, Jay Wortman. Ik zag hem ook op de laatste slide van de vorige spreker staan als een van die onderzoekers die zeg maar best wel heeft aangetoond wat je kan bereiken met voedingsaanpak bij diabetes. Hij vertelde daarover een project wat hij in Noordwest Vancouver Island, een hele besloten visserijgemeenschap van First Nation people, de oude Canadese Indianen, zeg maar. Zo'n eilandje wat 40 jaar geleden vrijwel massaal werkeloos is geworden toen de grote visserijindustrie zeg maar het overnam van dat soort kleine visserijstadjes. En die men, dat was tegelijkertijd dat ze in aanraking kwamen met supermarkt en McDonald's en aanverwante gemaksvoeding, frisdrank. Die zijn toen allemaal al ontploft met welvaartsziekten. En hij is teruggegaan met een onderzoekteam naar die streek. En hij heeft de bevolking voorgelegd over hoe het de link met voeding wel eens zou kunnen zijn als oorzaak voor hun problemen. Maar hij heeft ook de lokale ondernemers in de voeding ingelicht. In die zin van, als je de bevolking op een ander voedingspatroon wil krijgen, dan moet ook het goede spul er wel zijn. En ik denk dat dat heel essentieel is. En dat ging in dit geval, er is een documentaire van gemaakt, zeer de moeite van het kijken waard. Dat is My Big Fat Diet. Dat vind je zo op YouTube. En dat ging over een besloten eilandje, visserijgemeenschap van 1100 mensen. Nou, Leen is iets groter, 4.500. Maar het is maar 1 huisartspraktijk. 2 huisartsen, die bestieren het hele dorp. Iedereen kent hun, zij kennen iedereen. Ik kom toevallig ook nog uit Leende. Veel mensen kennen mij ook. Ik zei tegenop, volgens mij kunnen wij, als we het goed aanpakken, voldoende kritische massa genereren om een echte omdenken te krijgen.
Dus we zijn begonnen met brainstorm sessies met z'n tweeën, of eigenlijk met mijn vrouw ook erbij. Ik heb lekker eten klaargemaakt voor Norbert, zodat hij ook kon proeven hoe low carb, high fat, paleo-achtige variant smaakt en eruit ziet. We hadden bedacht dat het handig was om een paar instanties aan te schrijven die ons mogelijk konden helpen. Verzekeraars, gemeenten en de regionale Rabobank, omdat op hun bijscholing zagen wij die eerste cijfers en zij hebben een platform samen Vitaal waarmee ze innovatieve projecten in vitaliteitsbevordering willen ondersteunen. De gemeente liet afweten, de verzekeraar liet afweten, maar Rabobank heeft ons geholpen een beetje met mailings en netwerkcontacten, et cetera. Een thema, dat is in ons ziekenhuis, zeg maar, de ketenzorgorganisatie die de relatie met de adherente huisarts onderhoudt. En het thema heeft ook in de communicatie geholpen om mensen te bereiken. Wat hebben we gedaan? Wat hebben we op poten gezet? Wij zijn begonnen te denken, we moeten mensen voorlichten. We moeten de bewoners in het dorp voorlichten en, heel essentieel, we moeten die lokale ondernemers in de voeding ook voorlichten. Zodat die snappen waar het over gaat. Zodat ze niet meteen in de verdediging schieten en denken van jeetje, maar dan ga ik neem een bakker even als voorbeeld. Hè. Als je zegt dat iedereen minder brood moet gaan eten, dan is dat voor een bakker niet leuk. Dus we zijn van tevoren naar de bakker gegaan en we hebben gezegd, luister, wij zijn bezig met een project en daar gaan we een dergelijke boodschap verkondigen. Dat is aan de ene kant bedreigend, maar aan de andere kant, als je in vroege fase meedenkt en schakelt, dan kan je misschien ook wel een niche te pakken hebben. Dat als je koolhydraatarme varianten op de goede manier gaat maken, dan heb je markt te pakken. Dus daar kan ook een verdienmodel aan zitten. Op dat soort manieren. We hebben communicatie uitgedaan. We hebben alles bij de huisartspraktijk laten registreren in het huisartsinformatiesysteem. En de praktijkondersteuners hebben mensen gemeten en het Sint-Anne Ziekenhuis Laboratorium heeft bloedcontroles op zich genomen. Een beetje ondersteund dus door Rabobank Dommelstreek in hun platform Samen Vitaal. En we hebben nog een keer apart de ondernemers bij elkaar geroepen toen het project een maand of twee, drie draaide. Om ze nog een keer opnieuw mee te nemen en nog eens een keer met wat praktijkervaring nu erbij te laten schakelen. Wat kan ik nou in mijn bedrijfje verzinnen om het niet alleen maar als bedreigend te zien, maar dan misschien wel iets nieuws mee te kunnen. Eventjes in een snelle vogelvlucht, de informatiebijeenkomsten, daar zijn we bijna een jaar geleden mee gestart. We hadden geen idee hoeveel mensen erop af zouden komen. We hadden nog geen persbericht uitgedaan, maar de kruisvereniging had, omdat de vader van Norbert daar in het bestuur zit, die had hun leden aangeschreven. Dat waren 1000 leden. We hadden een zaaltje in het plaatselijke restaurant naast de kerk georganiseerd, zoals dat gaat in een dorp. En daar kunnen met proppen 150 mensen binnen. Nou, die 150 plaatsen waren binnen een week gereserveerd. Dus toen dachten we, holy shit, en nu? Want de persberichten zouden de volgende dag uitgaan. Dan moeten we een grotere zaal hebben. Dus we hebben gelukkig ook een conferentieoord in ons dorp aan de snelweg. En dit was een week later. Daar zaten 530 mensen in de zaal. Dus we hadden in twee bijeenkomsten 650 man te pakken. En het kreeg enorm veel media-aandacht. Niet altijd even genuanceerd, zoals je weet hoe dat gaat. Maar het had aandacht en er kwam ongelooflijk veel op af. En Leende moet ook weer niet doorslaan en zou er dan een nieuwe schijf van Leende moeten komen. Dit is niet ons eigen werk, maar knutselarij van de krant. Dit is de plaatselijke frietenthouder, die aanvankelijk natuurlijk en begrijpelijk zeer sceptisch was. En, maar in januari zelf besloten had om ook deze manier te gaan eten. En toen die op die extra aantal ondernemers was geweest, toen kwam hij naar me toe en zei hij, ik ga er wat mee doen. Ik ga naast mijn gewone frietentkaart nog een aparte gezond dorpkaart maken. Wilde jij mij helpen? Nou, dat wou ik wel. Dus de volgende dag had hij hem geplastificeerd, kant en klaar. Hij was helemaal zelf gaan uitzoeken hoeveel koolhydraten in allerlei gerechten zaten. En hij had daar een speciale kaart met 8 tot 10 gerechten, wat dan met minder koolhydraten en met veel meer groenten
En gebakken op de plaat, niet in de frituurolie, maar in de roommotor op de plaat, et cetera. Dus uitstekende extra mogelijkheden in een cafetaria. Ook de, aanvankelijk de lokaal-regionale tv, Omroep Brabant TV, maar RTL Nieuws is het geweest. We hebben bij Pauw gezeten. Het is werkelijk af en toe schrikken wat er op je afkomt en hoe die media over elkaar heen buitelen. Als je iets controversieels over voeding roept en het heeft ook nog met afvallen te maken, nou, Jezus Christus. En het gaat ons echt niet alleen maar over afvallen, het gaat over gewoon gezond en vitaal. Wij hebben heel bewust het eerste half jaar de focus enkel en alleen op voeding gehouden. Vanwege mijn overtuiging dat ik kon het zelf en mijn patiënten ook met bewegen niet redden. Dus laat nou eerst die voeding echt aandacht en tijd krijgen. Laat mensen daar goed in worden. Laat ze ervaring mee krijgen. Voordat we ook nog zeg maar en sporten en ontspannen en stressreductie en noem maar op de andere pijlers van gezonde leefstijl. Want dan gaan ze toch focussen op waar zij goed in zijn of wat hun het meest aanspreekt. Eerst die basis. En we dachten, we moeten vooral ook eenduidig zijn in informatie, want er is zo ongelooflijk veel over voeding en je ziet zo door de bomen het bos niet. Laten we vooral duidelijk zijn. Dus we hebben gekozen om het boek van Tim Noakes als handleiding te gebruiken. Dit hebben we iedereen geadviseerd. Ga hiermee aan de gang. En wat is de boodschap die daarin staat en wat wij ook zeg maar, in onze informatiebijeenkomsten als basis gebruikt hebben? Daar staat eigenlijk in dat goede voeding onbewerkte voeding is. En het liefst zo veel mogelijk lokaal, regionaal en seizoensgebonden geproduceerd. Geraffineerde suikers en zetmeel zoveel mogelijk eruit. Andere koolhydraatbronnen beperken. En die voeding moet rijk zijn aan eiwitten, vetten en nutriënten. En ja, daar zitten ook verzadigde vetten in. Dat hebben we mensen proberen duidelijk te maken. En dat ziet er dan, als je het in plaatjes vertaalt, zou het er zo uit kunnen zien. En de mensen die een beetje in deze media rondgoogelen, die herkennen deze foto's van dietdoctor.com. Verder ga ik hier nu niks over deze inhoud van voeding zeggen, maar dit is wat we de mensen al aan boodschap hebben verteld en meegegeven. We hebben ze geen strikte richtlijnen opgelegd. We hebben niet gecontroleerd hoe goed ze deze voeding toepassen. Heel bewust. We hebben informatie gegeven op basis van informatie die we hopelijk begrijpelijk hebben gemaakt. Hopen dat mensen zelf bewust andere keuzes kunnen maken. Als ze dat moeilijk vinden, kunnen ze bij de huisartspraktijk ook nog met de diëtiste die ervaring heeft met low carb high fat voeding sessies beleggen. Dat doet ze in groepjes, woensdagavond. Die groepjes zitten meestal vol. Er zijn in de loop van het project initiatieven vanuit de gemeenschap zelf ontstaan. Een praat- en deelgroep waar een van onze praktijkervaringsdeskundigen hier, Wim Tilburgs, ondanks dat hij niet in Leende woont, ook fervent en actief deelnemer aan is. En zo zijn mensen aan de slag gegaan. Met dit soort basisingrediënten in de keuken. Lekker eten maken. En de een doet dat hartstikke goed en de ander doet dat wat minder. En dat dempt ook heel duidelijk, denk ik, de cijfers die we zo meteen te zien gaan krijgen. Maar als je dat in dit perspectief interpreteert, dan denk ik dat het helemaal niet zo slecht is. Nou, wat zijn dan die resultaten na 6 maanden? We hebben in die 6 maanden, en we zijn dus 1 november officieel begonnen, in totaal 249 deelnemers ingeschreven. We hebben 26 uitvallers gehad. 10 daarvan, dat was echt motivatieprobleem. In de zin van mensen dachten van, oh, dat is lekker makkelijk, dat ga ik even doen. En dan is het toch niet zo makkelijk. Je moet er echt wel tijd en moeite in stoppen. En dat konden ze dan niet opbrengen. Dus die zijn eigenlijk vrij snel uitgevallen. Die volgende 10, dat vinden we ongelooflijk jammer. Want dat zijn eigenlijk allemaal mensen, alle 10, die eigenlijk hartstikke goed gingen. Die het heel goed deden, die heel goede resultaten hadden. De 3 maanden follow-up zaten ze nog in. Als ze te zwaar waren, goed afgevallen waren. Als ze diabetes hadden van de medicijnen of betere bloedsuikerspiegels. En die zeiden, nou, ik weet hoe het moet. Het gaat hartstikke goed. Maar al dat gedoe met die controles en die metingen, dat wil ik niet meer. Dus dat tempert onze goede cijfers.
En 6 die zijn uitgevallen door andere omstandigheden. En dat had meestal met familieomstandigheden te maken. Ernstig ziek iemand in de familie, verhuizen, stage buitenland, verschillende zaken. We hebben dus uiteindelijk nu 223 mensen in de database zitten. En dan zie je vervolgens cijfers. We zijn nu 156 mensen heb ik in de 6 maanden follow-up qua laboratoriumgegevens. En 139 in de biometrie. En daar zie je ook een stukje echt leven. Niet iedereen is even consistent om te komen. Hè, want dat zou dan eigenlijk al gelijk moeten zijn. Het is ook zo dat niet iedereen is per 1 november gestart. Hè. We krijgen nog steeds mensen die inschrijven. Dus het is een doorlopend project. Per persoon vervolgen we mensen een jaar lang met 3 maanden controle. Dus bij aanvang, T0. En dan 3, 6, 9, 12 maanden bloed en biometrie. De groep zag er bij aanvang, of de 223 mensen in de database zagen er bij aanvang als volgt uit, met een gemiddelde leeftijd van 57. Waarbij vrouwen een klein beetje jonger waren dan mannen. En de leeftijdsverdeling, dan zie je dat vooral zeg maar de seniorengroep zwaar vertegenwoordigd is. De 5 mannen die onder de 40 meedoen, die heb ik dik gedrukt, omdat dat ook toevallig allemaal echt 4 van de 5 echt te dikkerd zijn. Dus die hebben het echt vanwege hun overgewicht, zijn die het gaan doen. Bij aanvang was een gemiddeld gewicht van 84,4 kilogram. Waarbij bijna natuurlijk de mannen wat zwaarder waren, maar ook qua BMI wat hoger zaten. En qua buikomvang, als je ten opzichte van de norm referentiewaarde bepaalt, scheelt dat niet heel veel. Maar je ziet dat we het niet voor niks hebben gedaan, of dat de mensen die hierop afgekomen zijn, inderdaad de doelgroep was die uit die cijfers van de regio ook naar voren kwamen. Na 6 maanden, daar hebben we nu dus 139 compleet, dan zien we dat het gewicht gemiddeld een paar kilo is afgenomen, 3 kilo. Op die hele groep is dat in totaal 410 kilo en ook de buikomvang is 3 centimeter gedaald. De winnaar, tenminste de winnaar in de database is 21 kilo. Dat is een winnares overigens. En er waren 3 mensen die 17 centimeter buikomvang hebben verloren. Degene waarvan ik weet, omdat ik er ken, die de echte winnaar is. Want die zit in de buurt van de 32 kilo. Die heeft op de een of andere manier nog niet haar biometriemeting laten doen. Dus die heb ik ook niet in deze cijfers zitten. En dan roept iedereen altijd dat mannen makkelijker afvallen dan vrouwen. En dat het veel sneller gaat. En dat leek bij de 3 maanden follow-up ook inderdaad zo te zijn. En dat effect is eigenlijk nu na 6 maanden niet meer zo duidelijk aanwezig. Het is vergelijkbaar. In onze groep. Van deze 139. Ja, want er zijn ook mensen die 7 kilo aangekomen zijn. Ja, maar die zijn wel heel behoorlijk voor de suikerziekte. Niet iedereen had suikerziekte. Maar dat zijn... Nee. Ja, absoluut. Ja. Nee, dat is zo. Kijk, dit is geen onderzoek. Hè. Het is niet als een onderzoeks opgezet. Het is een real-life project. Ik weet dat mensen die het niet goed doen, omdat ze zich niet op de juiste manier zeg maar, die voedingspatroon toepassen, dat die onze cijfers enorm jammer maken. Heb ik nu niet gedaan, maar dat kan ik wel een keer doen. Ik heb dat wel bijvoorbeeld voor LDL gedaan, zometeen. Zoek ik geen over of niet? Oh ja. Ja, dat is gemiddeld inderdaad. Dat heeft zijn beperkingen. Dat soort stratificering kan je nog wat doen.
Maar daar, om dat nou iedere keer tussentijds te gaan doen, dat is een enorm hoop werk. Hè? Dus dan ga ik liever op, bij een jaar follow-up dat complete plaatje schetsen. We hebben wel gekeken van waar zitten die afvallers nou vooral? Is dat helemaal gemiddeld over de groep of zit het vooral bij de te zware mensen? Nou, dat laatste is gelukkig waar. Hè? Als je de groep uitsplitst naar body mass index bij aanvang boven 25, dan zie je dat van die 410 kilo in totaal, dat 380 in deze groep wordt verloren. Ja, dus het afvallen gebeurt ook vooral in de mensen in de groep die te zwaar is. Gelukkig maar. Nou, iedereen is natuurlijk altijd als de dood van, oh jee, en mijn cholesterol dan. En hier zie je het verloop bij aanvang, cholesterol gemiddeld, totaal 5,2, wordt 5,8. En de spreiding staat tussen haakjes. En eigenlijk als je dat gehele plaatje zo ziet, dan kan je zeggen, er gebeurt niet zo gek veel mee. Het verschuift hem een klein beetje. En als je nou heel zwart-witje blind staart op de richtlijnen, LDL moet onder de 3,0 zijn, dan zie je oei, 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 iedereen moet aan de statines. Nou, dat hebben we anders gedaan. We hebben bij 25 mensen de statines juist gestopt. Dat zit er ook nog bij, want dan gaat het LDL wat omhoog, dat weten we. Maar dat LDL is op zich niet zo gevaarlijk. Bij mensen die heel fors tegen in LDL hebben we aanvullende bepalingen gedaan. ApoA, ApoB, lipoproteïne A. Om te kijken of het aterogeen of risicovol LDL was. En dat is bij 1 of 2 mensen was dat het geval. En die hebben we teruggezet op statines. En een aantal mensen, in totaal hebben we er 5 teruggezet op statines. Die andere 3 waren omdat ze zichzelf zo ongerust maakten. Of dat ze zo ongerust werden gemaakt door hun behandelend huisarts of internist of cardioloog. We hadden ook een groep diabetes, of we hebben ook een groep diabetes in onze database. Dat zijn er 30 in totaal. En bij 18 hebben we de SU-derivaten en insuline kunnen stoppen. Metformine werd vrijwel altijd gehandhaafd. En met deze maatregelen, minder medicijnen en door voeding sturen, zie je dat de glycemische controle gemiddeld gelijk is gebleven in de groep. En dan zijn er nog wat overige dingen die interessant zijn om te benoemen. We hebben ook een rand 36 lijst laten invullen. Die hebben we nog niet geanalyseerd. Dat doen we ook op het einde. Maar deelnemers voelen zich over het algemeen fitter na een tijdje. Ze vinden het voedingspatroon goed vol te houden. We zien bijna altijd dat leverwaarden verbeteren. Sommige mensen hebben leververvetting echt met hoge ASAT-ALAT. Sommige mensen hebben binnen normaal. Maar bij bijna iedereen zie je het wat dalen of bij leververvetters veel dalen. Er is beduidend minder hypertensie. Dus bij veel mensen is bloeddrukmedicatie afgebouwd of gestopt. Mensen zeggen dat hun darmen rustiger zijn. En mensen rapporteren dat ze wat minder last hebben van allergisch of overgevoeligheidsverschijnselen. In bredere zin, het is niet alleen maar Hosanna. Er zijn ook wel degelijk wat aanpassingsproblemen. Vooral in het begin. Een aantal vrouwen die haaruitval hebben gehad. Ik heb het nog niet anders meegemaakt dan tijdelijk. Er is een enkele keer wat huiduitslag of jeuk geweest. En een paar schommelingen van schildklierstatus. Maar dat was ook dezelfde periode als met de leveringsproblemen van Tirax. Aan het omzetten naar levothyroxide. En er wordt gedacht dat het meer daaraan ligt dan aan dit voedingspatroon. In bredere zin, we hebben 223 mensen in de database, maar schattingen binnen de huisartspraktijk en ook van de lokale supermarkt, meneer, die denken dat zo'n 800 tot 1000 mensen gewoon actiever of bewuster met voeding bezig zijn in het dorp. Het breidt zich uit, ook in aangrenzende dorpen, Hezen en Gelderop, zijn de supermarktboodschappen anders geworden. En heel erg fijn, gemeente en provincie haken aan, inmiddels. En dit is de laatste dia, om jullie gerust te stellen. We gaan door. We hebben geen reden om te stoppen. Geen medische ernstige dingen. Mensen zijn enthousiast. We gaan ze tot 1 jaar dus vervolgen. Als ze dan daarna nog gecontroleerd willen blijven, dan gaat dat gewoon in de jaarcontrole, zoals dat nu ook al vaak gaat met CVRM en VVR en diabetes. We gaan nu bewegen toevoegen. Een aantal coaches, beweegcoaches en trainers die stonden al maanden te trappelen wanneer mogen we los. Dat gaat nu komende donderdag voor de eerste keer gebeuren.
We hebben een prijsje gewonnen op een provinciaal initiatief, We Are Food. Noord-Brabant is gastronomisch centrum van Europa volgend jaar. En dat wil de provincie breed uitdragen. En wij zijn een van de initiatieven die daar een groot en breed podium voor krijgt. Er is over 2 weken een uitzending van de AVROTROS. Het programma dat heette vorig jaar Zorg Nu. Antoinette Hersenberger en dat heet nu Dokters van Morgen. En die hebben 2 dagen lang in Leende gefilmd, een paar weken geleden. En dat brengen ze in een special over op een andere manier verantwoord gezond afvallen. Het kan. En dat, daar spiegelen ze gezonder op Leende aan Oklahoma City in de USA. En wij hopen en we denken dat er vanuit de community, de gemeenschap en van de ondernemers lokaal in de voeding en regionaal in de voeding en van gemeenten de komende tijd nog meer initiatieven ontstaan. En daarmee wil ik afsluiten en als er vragen zijn graag beantwoorden. Nou, dankjewel Hans. Ik wil eigenlijk zo brutaal zijn om de eerste vraag te stellen. Want ik zit hier als organisatie, maar ik ben ook een zorgprofessional. Zoals veel hier in de zaal, denk ik. En als er nou mensen zijn die zeggen, oh, ik ben hier eigenlijk wel in geïnteresseerd voor mijn eigen praktijk of voor mijn eigen dorp of wat dan ook. Heb je tips voor mensen? Wat kan je daarmee met dat enthousiasme voor jullie project? Ja, dat vind ik die vraag wordt altijd gesteld. En dan moet je eigenlijk proberen terug te denken, waarom heeft het nou in het begin zo aangeslagen? En dat vind ik best wel lastig. We waren zo ongelooflijk verbaasd hoe enorm veel mensen op die informatiebijeenkomsten afkwamen. En waarom dat precies gelukt is, dat weet ik niet goed. Maar ik denk dat we de kracht van de kleine gemeenschap hebben kunnen benutten. Omdat iedereen kent iedereen. Iedereen kent de huisarts, daar zijn onze dokters. En als die komen met iets van voeding, dat is toch wel interessant om eens te gaan luisteren. Maar denk ik. En wat denk je dat je, stel dat hier zorgprofessionals zitten die denken, ik ben zo geïnteresseerd in jullie project, wat kan ik doen? Hoe kan ik nou daar meer in verdiepen? In verdiepen is heel belangrijk. Een van de dingen die ik niet genoemd heb, maar die volgens mij ook essentieel zijn geweest. Ik ben Norbert gaan bepraten. En in het begin had hij van, want hij had natuurlijk wel eens een enkele patiënt van mij al die ik in het ziekenhuis had gestuurd, zien terugkomen. En dan dacht hij, wat is die van Kuik toch aan doen met al die vetten? Om het zo maar even te vertalen. We zijn gaan brainstormen. Hij heeft een paar weken lang heeft hij geprobeerd om allerlei argumenten te vinden om mij onderuit te halen. Dat is hem niet echt gelukt. Toen is hij zelf ook zo gaan eten. En vervolgens heeft hij dat rode boek heeft hij in 6-voud gekocht. En dat heeft hij in zijn praktijk aan alle ondersteuners gegeven. Jullie moeten dit boek lezen. Je hoeft niet per se zelf zo te gaan eten, maar je moet dit boek lezen. Want we gaan een project opstarten en mensen gaan er vragen over stellen en je moet weten wat er over gaat. Al die meiden, die hebben allemaal zelf ook zo gaan eten. Die zijn zelf zo gaan eten. Dus de hele praktijk is ervaringsdeskundig geworden. Het is niet een theoretisch iets. Ze hebben allemaal aan de lijve ondervonden wat het doet, wat er met je gebeurt. En ik denk dat dat een hele sterke is. Dus probeer het zelf. Verdiepen, hè? Probeer het zelf, ervaar wat er gebeurt met je lijf. Ja. En dan kan je een verhaal vertellen wat ook van jezelf is. Ja. Dat is precies zoals het met mij is gegaan. Ik was echt perplex ten eerste toen ik las waar onze voedingsrichtlijnen op gebaseerd waren. Aannames. En ik was perplex toen ik alleen maar anders ging eten wat er met mijn lijf gebeurde. Ja. En mooi om te horen, hè? Want in de eerste versie van ons Ancestral Health Symposium hadden we Tim Noakes bij ons, hè? De schrijver van The Real Meal Revolution. Ja. En bij hem is het eigenlijk niet anders gegaan. Ja. Ultramarathonloper en ook aan zijn lijve ondervonden, hoe kan het nou? Hè? Mijn lijf laat me afweten, zo lijkt het wel. Ja. Dankjewel Hans, merci. Zijn er misschien nog andere vragen in de zaal? Ik heb het niet bijgehouden, maar ik durf wel te stellen dat ik een promotietraject aan het doorlopen ben zonder daaraan gekoppelde promotie. Hoe wordt er bij jullie dan in de tweede lijn op gereageerd? Hoe wordt er in de tweede lijn op gereageerd? Ja. Ja, klopt. Ik zit natuurlijk in het ziekenhuis en ik doe al 15 jaar inmiddels hartrevalidatie.
Toen ik aanstaande was om naar dat Kaapstad-congres te gaan, toen ben ik bij de cardiologen in hun maatschapsvergadering geweest. Ik heb ze gezegd waar ik mee bezig was. Ik heb aangekondigd, ik ga daar volgende week naartoe. Als ik terugkom, ga ik jullie bijpraten over mijn bevindingen en wat ik denk dat we zouden moeten doen. Maar ik moet nu al zeggen, ik kan nooit meer vertellen over voeding wat ik voorheen verteld heb. En als je vindt dat dat per se moet, dan moet je iemand anders gaan zoeken. Maar ik kan het niet meer. En ik heb ze bijgepraat naar de hand. En toen was ik natuurlijk veel te enthousiast. En ik had veel te veel zendingsdrang als een soort missionaris herkenbaar. Dus ik heb ze zich kapot laten schrikken. Ze vonden het dood en doodeng. Maar ze hebben me wel een beetje vrijheid gelaten. Ik ben het heel voorzichtig gaan doen individueel met mensen. Daarnaast liep al dat diabetes type 2 project. En dat is precies hetzelfde met de internisten. Het waren allemaal patiënten die eigenlijk waar ze niks meer mee konden bereiken. Die zaten allemaal aan de 150, 200, 250 eenheden insuline. En dat lijf luisterde nergens meer naar. Onze zegen heb je. Op zo'n manier is het begonnen. Oké dan. Maar niet van harte. Ik ben heel erg in toon gaan matigen. In de zin van, ik was veel te enthousiast in het begin. Ik probeerde veel te veel mensen te overtuigen. En dat heb ik steeds meer losgelaten. En ik denk dat het anders kan. Dit is hoe het zou kunnen. Daarmee denk ik dat je een 80% van de mensen die nu niet goed gaan, op een heel veel beter spoor zet. En dan zijn er echt nog wel 10-20% waar het lastiger mee is, waar het moeilijker mee is. Maar weet je, dan kun je daar ook tijd aan gaan besteden. En dan heb je die andere 80%, die heb je eigenlijk al een heel stuk geholpen. Dat matigen van die toon. En ik heb steeds geprobeerd, vanaf het begin heb ik zitten nadenken, hoe krijg ik dit in hemelsnaam de gewone gezondheidszorg in? Ik moet niet te hard tegen schenen schoppen, dat gaat tegen me werken. Maar ik wil het wel in de spreekkamer van de reguliere zorg terecht krijgen. Ja. En ook ik kan het niet alleen. En gelukkig is er Stichting Arts en Voeding. En is er Stichting Voeding Leeft en Vereniging Arts en Voeding inmiddels opgericht. Dus er is heel veel in beweging al sinds 2,5 jaar geleden. En het is een dynamische tijd. Er gebeurt veel, hè? Ja. Veel is in beschrijving. Ja. Ik zie daarachter nog een vraag. Nee, meer opmerking. Misschien kunnen we samen wat doen met KVD. Jazeker. Ja. Probeer het verkoelen, ja. Natuurlijk. Nou, bundel je krachten. Is nog tijd voor een laatste vraag? Ja, ik denk ook met alternatieven. Dus is er een samenwerking met de complementaire? Hebben we nog niet echt linken mee. Ik hou het ook niet af. Een van de boodschappen in het begin, wat we in ieder geval geprobeerd hebben, is om zo eenduidig mogelijk informatie naar mensen te brengen. En het wordt vaak, als je er heel veel dingen gaat bijhalen, wordt het nog ondoorzichtiger dan het wereldje al is. Dus ik sta er absoluut niet negatief tegenover, maar we hebben daar nog geen actieve samenwerking. Misschien een heel klein beetje. Wat we nu gaan doen met bewegen erbij vanaf komende donderdag. Dat zijn twee personal trainers, fitnessinstructeurs. En die werken samen met een massage, ontspanningspraktijk. Waar ook mindfulness en dat soort dingen in worden gebruikt en toegepast. Dus het is niet alleen maar inspannen, maar het is buiten, in de natuur. Met de elementen van de omgeving, het leenderbos, et cetera. Daar bewegen. Met ontspanning. Jullie hebben wel geluk gehad, die Linde. Dankjewel. Dankjewel. Mooie afsluiter, Mariet. Dankjewel. Dankjewel, Hans. Graag gedaan. Heel fijn om te horen. Heel veel succes met het project. APPLAUS